Wie zijn die mensen? En waarom staan ze ons zo aan te gapen? Zit mijn haar niet goed? Of heb ik een vlek op mijn kleding? Kalm, kalm, Trudy. Maak je niet druk. Ik denk dat we iets heel bijzonders meemaken. Het lijken wel moderne mensen. Wat? Mensen uit de toekomst? Maar die kunnen ons toch niet zien? En als ze ons wel kunnen zien, hoe kan dat dan? Je weet nog wel dat ik jou laatst heb voorgelezen uit dat boek van die Jules Verne. Er zijn ongekende mogelijkheden. En ik denk dat er een deur open staat. Een deur? Welke deur? Onze deur zit keurig dicht, zoals het net de dames betaamt. Ik zou hier anders niet rustig staan. De deur, Trudy. De deur naar de toekomst en zo. Waar die Jules Verne over schreef. Die man die net overleden is. En het is nog heel wetenschappelijk ook. Maar die mensen in de toekomst weten toch niet dat wij de dames Kakebeen zijn? En zouden ze in de toekomst weten van dat Martinhuis te Zeist met die prachtige terracotta fabriek aan de Lage Weg? Waar, help me nou uitspreken, zus. Daar waar wij wonen. Oh, maar daar kunnen wij nu invloed op uitoefenen. Wij moeten zorgen dat ze ons in de toekomst niet vergeten zijn. Dus we moeten nu indruk maken. Maar we hebben nog nooit zoveel visite gehad. Ik word hier een beetje nerveus van. Wat moeten we dan zeggen of doen? Trudy, allereerst moet je me geloven. Wij, de dames Kakebeen, zullen voor altijd vereeuwigd worden met de geschiedenis van de familie Martin. Omdat wij daar jarenlang een etage hebben gehuurd. En als geen ander weten wat zich achter die deuren van dat grote familiehuis afspeelt. En ik stap er straks wel op af. Op die, tja, wat zijn het eigenlijk? Aha, nieuwsgierigen. Maar je gaat toch niet roddelen? Dat is zo beneden onze stand. Oh, maar ik denk dat ze daar in de toekomst een heel ander woord voor hebben bedacht. Iets van levende historie of iets dergelijks. En ik ga er wel naartoe naar die mensen. Ik doe het woord wel.